Hoi, Shani en Javier de Range van vandaag. Superleuk dat je er weer bij bent deze week. Ik ben in de mangrove waar allerlei soorten vogels leven. En hier is als het goed is mijn nieuwe challenge. Ik ben heel erg benieuwd wat het is. Ook omdat ik eigenlijk niet heel veel weet over vogels. Dus het wordt misschien wel een zware uitdaging. Wat misschien niet helemaal goed van pas komt, want ik heb wel wat puntjes nodig eigenlijk. Dan zie ik daar een verzorger staan en die heeft volgens mij een envelop in hand. Hallo. Hoi. Hallo, volgens mij is dit Erik. Ja, dat klopt. Ja. En ik zie een hele mooie envelop. Dat betekent dat je een challenge voor mij hebt. Ik heb een hele mooie opdracht voor jou. Ik ben heel erg benieuwd. Ja? Ja. Dus loop maar mee. Ja, dan gaan we op weg. Zo, dus we zijn nu ergens achter bij de mangrove. En hoe heet het hier? Dit is de vogelopvang. Vogelopvang. En we hebben dus voor een aantal maanden terug hebben we 4 vogels gekregen vanuit een ander park. Oké. En we willen dus, we hebben hier nu dus in het park 8 vogels. En dan willen we, ja, hopelijk kunnen we daar 2 goede stellen uithalen. Oh ja, dit gaat om volgens mij om de renkoekoek. De renkoekoek. Ja, de renkoekoek. Ja, inderdaad. Ja. Ja, hier zie je dus de renkoekoeken zitten. Ja, zit heel mooi. Hier hebben we de 3. Met daartussen zitten schuiven die je dus gewoon open en dicht kan doen. Oh, en waar ja. We dus de vogels, de man en vrouw, bij elkaar kunnen proberen. En ik wil eigenlijk zo eventjes naar een koppel toe met jou. Ja. En daar heb ik dus deze opdracht aan vast. Spannend. Dus, ja. Alsjeblieft. Bedankt. Lukt het jou om te bepalen wat de man en wat de vrouw is bij de renkoekoeken? Oeh, dat wordt nog wel even lastig denk ik. Maar ik ben wel benieuwd of ik dat zal weten. De renkoekoeken zitten hier achter. Maar ze worden straks hier in dit verblijf naar buiten gelaten. En dan ga ik ze bekijken. En daaruit kunnen we dan opmaken, hopelijk, wat het mannetje, wat het vrouwtje is. En ik ben wel benieuwd hoe dat zal gaan. Ik hoop, dit is ook zo'n koppel dat bij elkaar gaat horen van de renkoekoeken. Ja. Ja. En dit stel heeft ook al de vruchten eieren gehad. Oh, okay. Maar die zijn dus helaas afgestorven in de broedmachine. Mm. Dus we weten wel dat het een goed stel is. Oh, gelukkig. Ik ga deze bak erin zetten. Ja? En dan wens ik jou heel veel succes. Bedankt. Ja? Ik ben benieuwd. Hallo, meneer of mevrouw Renkoekoek. Hoe gaat het met jou? Ik kan maar genieten van een lekker muisje. Ah, kijk, daar komt de vogel aan. Ah, hallo. Oh, wat me wel opvalt. Dat de kleur iets faler is bij deze. Kijk, je ziet bij het oog een beetje blauw, maar die heeft veel duidelijker oranje, heb ik het idee. Dus misschien ligt het gewoon aan mij. Verzin ik maar wat. Dit is natuurlijk een paar wat elkaar wel een beetje mag, omdat ze ook al bevrucht eieren hebben gehad. Nu is nog de vraag of dat nog een keer gaat gebeuren. Is het ook echt zo'n goede kruin en het oranje stukje bij het oog, of even je het goed kan zien. En die andere, het is wel wat groter, heb ik het idee. Of zie ik het nou gewoon verkeerd? Oeh, kijk, hij zit helemaal zijn veren op. Zou dat zijn in de zon of zou het zijn om de ander te imponeren? De ander doet het ook. Ach, jammer. Je ziet dat ze zo hun veren een beetje achter zetten. Het lijkt een beetje omhoog gegaan. En ik dacht, misschien is dat een bepaald teken dat het man is die probeert te imponeren. Zoals een pauw zo zijn veren spreidt. Maar nu zag ik dat ze het allebei deden, dus... Misschien is het toch meer gewoon dat het lekker in de zon is of zoiets. Dus ik heb wel het idee dat meestal bij vogels het mannetje er vaak wat mooier uitziet. Zoals een pauw, die ziet er vaak mooier uit. En bij eenden is het mannetje vaak ook veel feller gekleurd. Om een beetje te kunnen imponeren bij de dames. Dus dat is waar ik nu vanuit zou gaan. Maar of het zo zal zijn, ik heb geen flauw idee. Nu hebben die renkoekoeken eigenlijk nog niet echt iets met elkaar gedaan. Nee, dat klopt. Ja, het is natuurlijk nog steeds natuur. Dus, ja, dat is de natuur. En ik heb ook gezien dat ze eigenlijk meer interesse hadden voor de zon. Ja. Heb je zelf ook gezien? Ja, ze zetten zo die veren een beetje op. Dus dat om lekker te zonnebaden eigenlijk. Dus ze hadden eigenlijk meer interesse om het zelf op te eten, het voer dat we hebben aangeboden. Ja. En dus meer interesse voor de zon. Ja. Maar wat een beetje, heb je een idee? Wat? Ik heb een idee, maar ik heb geen flauw idee of het ergens klopt. Want ik was aan het kijken naar... De renkoekoeken. En ze hebben hier zo die kleurtjes zitten bij hun oog. Ja. Ik begin even iets mee te maken heeft, maar we gaan erop af. Ik dacht eerst dat het was die zijn veer opzetten. Dat is het mannetje, omdat zo'n paal ook uit zijn veer spijt. Maar ze doen het allebei, dus dat zal afvallen. Ja. Maar die kleurtjes bij het oog is bij de een veel feller dan de andere. Okay. Ja, dat is dan eigenlijk toevallig. Daar kun je niet echt direct aan zien. Ja. qua uiterlijk zie je bijna altijd wel dat de man is iets groter. Ja, want ik zag wel inderdaad wat groot verschil. Ja. Dus welke van deze twee zeg je dan van, nou... Oké, welke is dan de man? Hier bij deze. Die ziet er wat ranker uit, denk ik, dan die. Kijk, hè. Nou, jij zit je veer op te zetten, hè. Dan wil je natuurlijk groot lijken. Volgens mij is die daarachter.
is dat het mannetje dan? Dat klopt. Ja. Oh. Heb je hartstikke goed. Yes. Dus zo heb je wel een punt gescoord. Het was ja, niet makkelijk. Mooi. Nee. Maar wat we eigenlijk gehoopt hadden, is doordat ik voer in de bak heb gedaan, mm-hmm. dat hij dus naar haar toe zou gaan, ja. het in de bek zou houden. En dan heel mooi met de staart heen en weer zou gaan bewegen. Oh. En daar ook nog geluiden bij maken. En net zolang dat de vrouw zich aanbiedt en blijft zitten, mm. nou, dan zal de paring volgen. En dan kreeg zij het presentje. Okay. Dat was eigenlijk het idee. Ja, dus het is echt een mannetje lokt eigenlijk het vrouwtje binnen met voedsel. Ja. Nou, de renkoeboeren hadden er niet zo heel veel zin in vandaag. Die hadden meer zin in de zon en niet in elkaar. Als je dit een leuke video vond, kun je een duimpje omhoog hierop naar achterlaten. En je kan je ook abonneren op het kanaal. Dan kan je nog veel meer video's zien. En dan kan je ook zien hoe ik de overwinning behaal op Jeroen. Want ik heb weer een punt bij. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. En dan zie ik je volgende week weer met een nieuwe challenge. Doeg!